in de WIC, maar toen deze kolonie er was, toen gingen nog meer mensen zich bezighouden met slaventransporten. Als je vandaag een boek leest, dan krijg je, of je ziet een film, en zeker als het een Amerikaanse film is, dan krijg je de indruk dat Holland eigenlijk een van de grote slavenhalers was. Hè? Je denkt dat Holland verschrikkelijk veel slaven transporteert. Dus want in een Amerikaanse film zijn die slavenschepen altijd van Hollanders. Hè? Nou, dat is echt een verkeerde voorstelling van zaken hoor. Want men heeft uitgerekend dat er tussen de 12 en de 20 miljoen Afrikanen als slaaf naar dit gebied, naar de Amerika's, zijn vervoerd. Niet alleen naar Suriname, maar in heel Amerika. En laten we zeggen 12 miljoen. En van die 12 miljoen zijn er door Hollandse schepen maar 5% gedaan. Dat is 600.000. 5%. Wel, wie heeft die andere 95% gedaan dan? Wie waren de grote slavenhalers? Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal. En wie was een hele grote, waarover nooit meer iemand praat? Denemarken. De Denen waren grote slavenhalers. Ja, en ze houden hun mond. En niemand weet het meer. Ik denk dat ze het in Denemarken zelf ook niet weten, maar zij waren. Ze schamen zich. Nou, in dit. En er kwamen hier ook werkelijk alleen maar Hollandse slavenschepen. Er is nooit een Portugees of een Spaans schip met slaven gekomen. Dat mocht gewoon niet. Alleen Hollanders. Als ik zeg Hollanders, bedoel ik echt niet heel Holland hoor. Er waren een paar van dit soort maatschappijen. Ja. Het was gewoon een business. Onder andere de Middelburgse Commercie Compagnie. Dat was een grote slavenhaler. En de Middelburgse Commercie Compagnie bestaat nog steeds. En de Middelburgse Commercie Compagnie had zijn kantoor op het Marktplein in Middelburg en daar staat het nog steeds. Ja. En ik weet niet hoeveel jullie weten hierover, maar in het scheepvaartarchief van Middelburg, daar kan je elk slavenschip dat op Suriname is gevaren, elk slavenschip van Holland kan je daarin terugvinden. Heb ik gedaan. Ik ben een maand lang daar gaan werken. Ik heb je niet gezien. Een heleboel gezien, gelezen. He? Nou, ze hebben in Suriname, ik zei je net, 600.000 zijn door Hollandse slavenschepen gedaan. Van die 600.000 zijn er 300.000 in dit kleine Suriname terechtgekomen, in die 200 jaar. Dat is evenveel als in diezelfde 200 jaar in het hele zuiden van de Verenigde Staten zijn ingevoerd. 300.000 in dit kleine land en 300.000 in het hele zuiden van de Verenigde Staten. Niet alleen door Hollanders daar, maar ook door anderen. Op het eind van de slavernijperiode was dat aantal van 300.000 in Amerika gegroeid en was het geworden 1 miljoen. En op het eind van die slavernijperiode was dat aantal in Suriname geslonken en was het geworden 33.000. Slechts 10% was over. En dan ga je zeggen, ja, hoe kan dat? Ja. De Hollanders hadden wereldwijd de naam dat ze de meest gewelddadige slavenmeesters waren hoor. Of ze dat waren, weet ik niet. Maar dat ze die naam hebben gekregen, weet ik wel. En waarom hebben ze die naam gekregen? Vooral omdat ze alles opschreven. En alles wat je schrijft blijft bestaan. En na 200 jaar kan men nog niet zeggen wat je gedaan hebt. Je schrijft niet alles. Slaven konden weglopen in Suriname. Slaven zijn ook weggelopen vanaf het begin. Want dat was ook een ding. Je gaat je misschien afvragen, hoe kan het dan dat als New York had in 1667 40 plagen hutten, Suriname had al zoveel bloeiende plantages, waarom is
Noord-Amerika. Waarom is dat zo geweldig ontwikkeld? En waarom is dat zo wereldwijd groot geworden? En waarom is Suriname zo'n klein achterlijk land gebleven? Nogmaals, dat heeft allemaal te maken met hoe de Hollanders omgaan met hun kolonie. Het Hollandse woord kolonie is een heel ander woord. Kolonie, het Hollandse woord kolonie betekende die bleekneusjes die je naar de bossen bracht of naar zee bracht. Dat was een Hollandse kolonie. Wat is het Hollandse woord voor dit soort kolonie? Een wingewest. Ja, dat is zo. Je moet alleen maar nemen, nemen, nemen. Je moet niks investeren. De Hollanders hebben niets. Er is niets geïnvesteerd in Suriname. Niets! Geen enkel weg is gemaakt. Alle plantages lagen naast hier vieren. Holland, zo'n geweldig land van bruggen bouwen. Denk je dat Holland ooit een brug heeft gebouwd in Suriname? Alleen die kleine brug daar over de Sommersdijkse kreeg. Oh, dat was ja? Dus er was totaal geen infrastructuur. Slaven konden vluchten in Suriname, slaven zijn ook gevlucht. Vandaag aan de dag doen de Marons alsof zij de geweldige dapperen waren die de vrijheid tegemoet zijn gegaan. En zo. Shit, het was makkelijk. Het was vreselijk makkelijk, want wat is achter die plantage? Bos. Bos. Weg. Hè? Dus, je hoeft alleen maar te loeren dat die opzichter niet naar je kijkt. Hè? En daar hadden ze alleen een methode voor, hoor. Dus bijvoorbeeld, mensen werken daar en een vrouw wordt ziek en ze valt flauw en wow. Alle mensen gaan naar die vrouw kijken, ondertussen ontsnappen die. Ja? Dat soort dingen. Maar goed, Marons, zij zijn de Marons geworden. De slaven die zijn weggelopen. En in de bossen gingen ze zich weer samenvoegen en vormden nieuwe stammen. En ze hadden van alles nodig natuurlijk om te kunnen overleven in de jungle. Het was een die skill hebben zij natuurlijk opgebouwd om te overleven in de jungle. Maar ze hadden alles nodig. En dan kwamen ze stelen van de plantages. En ze overvielen plantages, ze roofden alles wat ze nodig hadden. Ze konden de plantage in brand steken. En ze werden een groot obstakel voor de plantage-economie. En de eigenaren van de plantages hebben aldoor gevraagd om bescherming. En om iets om die weggelopen slaven terug te halen uit het bos. En daarvoor hebben de eigenaren, de stad Amsterdam en de West-Indische Compagnie, die samen heette de geoctrooieerde Sociëteit van Suriname, zo heette ze. De geoctrooieerde Sociëteit heeft gedurende die hele 200 jaar aldoor militairen gestuurd naar Suriname.